Ja, dit is een buitenpolie van het Amsterdam UMC vrouw-kind. Dus het is gynaecologische patiënten, verloskunde, maar ook kinderen. Voor alle leeftijden van 0 tot 18. Dus het poppenhuis hoort daarbij, het tafelvoetbalspel hoort erbij. En opeens is ons huisje in de problemen. En hebben we letterlijk geen huisvesting straks. Het faillissement moet nog uitgesproken worden, maar als het failliet is, dan kunnen we hier geen zorg verlenen aan onze patiënten. Het is officieel failliet, dat hebben ze net, de rechtbank net bevestigd. Nou, dan hebben we het goed ingeschat om zo snel mogelijk hier weg te gaan. Want onze patiënten vandaag hier kunnen geen zorg krijgen. En we gaan tijdelijk in de VU-locatie Boedelaan zullen we intrekken op zoek naar een nieuw huisje. Ik zie op uw naambordje, u bent manager, maar ook gewoon kinderarts. Ja. Wat zegt u dat als kinderarts dat er een ziekenhuis failliet gaat? Wat zegt dat over het systeem? Dat past niet bij elkaar. Zorg en faillissement, dat kan helemaal niet. Ik vind het bizar. Ik snap zorgverzekeraar wel dat ze op macroniveau proberen te sturen. Maar op klein niveau kan dat niet op deze manier. Als je zegt, dit moet sluiten, wat voor reden dan ook. Dan moet je zeggen, we gaan het in een periode doen. Geen nieuwe patiënt erin. Langzaam iedereen eruit. Iedereen een goed plekje krijgen. Iedereen een nieuwe dokter vinden. Maar zoals het nu gaat, is echt waardeloze zorg. En daar ben ik ook echt boos om. En ik niet alleen, maar met mij heel veel, gelukkig. Maar dit moet echt een staartje krijgen, ook in de politiek, vind ik. Want dit moeten we als Nederland echt niet willen. Ja. Het is keiharde marktwerking. Ja, mislukt. Marktwerking mislukt. 1992 volgens mij bedacht. De eerste BV-ziekenhuizen hebben we hier staan. Is niet gelukt. Managers weten toch te weinig van zorg. Maar het trieste is, zorgverzekeraar ook. En die zouden alles van de zorg moeten weten. En dat vind ik echt de trieste boodschap van deze tijd. Zorgverzekeraars begrijpen niks van zorg. Dit gaat niet over individueel patiënt. Dit gaat over geld, dit gaat over andere belangen. En als je nu in een ziekenhuis kijkt, maar ook niet OVG, wat nu gelukkig patiënten opvangt. Die werken gigantisch hard, die kunnen het nauwelijks aan. We hebben dat huisartsenpostcrisis net gehad. Het is niet op orde. Dit kan zo niet. Dus bij deze ook weer de oproep. Help en zorg dat we dit in Nederland niet zo vormgeven.